De bouw van uw nieuwbouwwoning begint een aantal maanden van tevoren in de fabriek, waar het casco wordt geproduceerd. Op de bouwplaats begint de bouw bij het inrichten van de bouwplaats en het uitgraven van de bouwputten. De heistelling arriveert en het heiwerk start. Zitten de heipalen in de grond? Dan kan hierop de fundering worden gemaakt. De fundering vormt een stevige basis voor de woning. Vanaf dat moment zijn de eerste contouren van uw nieuwe woning zichtbaar. In de funderingen wordt al leidingwerk aangebracht. Na de funderingswerkzaamheden worden de begane grondvloeren gelegd. Dit zijn geïsoleerde betonnen platen die op de fundering worden aangebracht. Daarna kunnen we de hoogte in. De bouwmethodiek die hier wordt toegepast is prefab casco bouw. De wanden en vloeren worden in de fabriek gestort en voorzien van het benodigde leidingwerk. Ook de kozijnen worden in de fabriek aangebracht, voorzien van beglazing en schilderwerk. De verdiepingsvloeren die worden toegepast kunnen breedplaatvloeren of kanaalplaatvloeren zijn. In dit filmpje worden kanaalplaatvloeren toegepast. Breedplaatvloeren zijn betonplaten van 2,4 meter breed waar een laag beton overheen wordt gestort. Kanaalplaatvloeren zijn prefab verdiepingsvloeren van 1,2 meter breed waarin al voorzieningen zijn opgenomen voor het leidingwerk. Het casco kan hierdoor in kortere tijd worden geplaatst. De wanden komen als het ware in een bouwpakket op de bouwplaats. De montage van de elementen heeft een hoog tempo, waardoor in relatief korte tijd veel resultaat zichtbaar is. Dit duurt een aantal maanden. Op de bouwplaats ziet u dan nog geen resultaat, maar achter de schermen gebeurt veel. Om deze reden maakt u uw koperskeuzes al in een vroeg stadium. Het casco van uw woning is klaar. U wordt uitgenodigd voor de eerste kijkmiddag om een kijkje te nemen in uw woning. De stijgers worden opgebouwd, het metselwerk kan starten. Eerst wordt er een isolatielaag aangebracht op de gevel met daarvoor het metselwerk. Wij bouwen woningen in een zogenaamd treintje. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk achtereenvolgend uitgevoerd. Omdat het plaatsen van de casco's een hoger tempo heeft dan de werkzaamheden daarna, kan het zijn dat, na het plaatsen van de casco's, het even duurt voordat wordt gestart met het metselwerk van uw woning. In dezelfde periode als het metselwerk worden de dakelementen aangebracht en kunnen de daken worden voorzien van dakbedekking. Daarna worden de eventuele zonnepanelen of zonnecollectoren gemonteerd. Zijn de daken en de gevel gereed? Dan worden de stijgers verwijderd en is het resultaat van de buitenkant in het echt te bewonderen. De ruwbouwfase van de woning is gereed en de afbouwfase start. De bouw verplaatst zich grotendeels naar binnen. De trappen worden geplaatst en de vloerverwarming wordt aangebracht, waarna de afwerkvloeren worden aangebracht. Zijn deze werkzaamheden gereed? Dan worden de binnenwanden geplaatst. Dit is voor u het moment dat u inmeetwerkzaamheden kunt laten verrichten in de woning. Of u kunt dit ook zelf doen. Wij gaan ondertussen verder met de tegels in uw badkamer en toilet en de inrichting van de sanitaire ruimte. Voor de oplevering wordt uw woonomgeving ingericht. De straten en parkeerplaatsen worden aangebracht. Is uw woning af? Dan ontvangt u de sleutel van uw nieuwe thuis en kan het klussen en verhuizen beginnen. Van Meerlo wenst u veel woonplezier!